Hoi kijkers van de Geweldige Kaas, welkom bij een nieuwe aflevering van Op Reis met Robin. Laat me even de microfoon wat dichterbij zetten. Zo, prachtig. We gaan weer wat reacties doorlopen, want reacties zijn leuk en ik hou van reacties en jullie reacties zijn awesome. En weer zijn er 40 reacties gezet op de vorige aflevering, wat superveel is en waardoor ik dus heel weinig tijd heb om ze te overlopen. Dus ik denk dat ik gewoon maar een paar reacties ga doen. En dan, dan gaan we gewoon verder. Als eerst gaan we wel mensen op de bordjes zetten. Want de vorige aflevering zijn er al heel veel mensen op de bordjes gezet die hier zo waren. Maar er zijn nog meer mensen die dat wilden. Laten we ze eventjes langs gaan. Oeh, dat is echt veel. Gijs Lagerwij, Luc Hendricks, Isabel Hummel, Ryan. Nee, ik ga niet RVD Games erbij zetten. Bjarne, Redix Games, Febe van Damme, Jochem van Pamelijk, Sander Stalens, Boerke, 123 Wouter, Ronald Bos, Jip Vrijlink en Robin, de Geweldige Kaas. Dan wilt ook nog erop. FP Gamers NL. FP Gamers NL. Weet je wat ik altijd zo stom vind? En dat ligt niet aan jou hoor, maar dat vind ik gewoon stom. Mensen die een naam hebben voor een gamekanaal en dan gaan ze helemaal niet iets met een gamekanaal doen. Dan is dat gewoon de naam van een kanaal, punt. Dat is echt super dom. Dus denk even na of je ook echt iets mee gaat doen voordat je zo'n goede naam in beslag neemt. Puppy Oogjes Hartje. Die wilt er ook op. En ik weet niet hoe ik het hartje moet doen. Puppy Google. Puppy Oogjes. Oh, wacht. Zo. Natuurlijk. Hopelijk is het ook goed. Kaas Tosti. Ik weet niet of die op de bordjes wilt. Ik denk het wel. Ik ga hem gewoon erop zetten. Want ik vind Kaas Tosti's lekker. Kaas Tosti. En Kaas Tosti, die maakt wel video's. Die heeft 291 abonnees. Matthias Loos. Ik weet niet of hij dit vroeg, maar in ieder geval. Vette aflevering, dankje. En mag ik op het... Oh, zo'n mooie bordje. Ja hoor. Nick van Bokstol. En ik ga je gewoon Nick noemen. Als je het niet erg vindt. Of nee toch. Zo, want dan is het herkenbaarder. Snap je? Tom. Als Tombo... 908. Nou, dat gaat gebeuren, Tom. Hopelijk vind je het leuk. Tombo 108, toch? Nee, 908. Oh, allemaal moet ik het bijhouden, maar dat lukt niet. Matthias Loos, die heeft heel veel gereageerd, maar ik weet niet of die op een dingen wil, op een bordje. Nee, oké, dat was het. Of wel. Oh, nog meer reacties. Ja, nog twee bordjes vrij. Wie gaan we erop zetten? Ik weet het niet. In ieder geval, jullie staan er allemaal op. Degene die het willen. Weer 5 mensen erbij. Dat is heel leuk. Er zijn nog ideeën gekomen van jullie. En random zinnen. Random zinnen vind ik altijd leuk. Dat zei ik ook. En die zijn dus ook gekomen. Met random zin. Kaas is baas. Kijk, dat is goed. Ja, heel random. Dat valt ook wel mee. Maar goed. Sorry, maar het moet randomen. Nee. Ook mensen met een lievelingseten. General Gear of War, die heeft gezegd... Soto pandang, omdat het lekker pittig is. Oké. In de viskraam van Jan is laatst wetenschappelijk bewezen... dat kippen geen stoelen leggen als er geen zwaardvissen in de buurt vliegen. What the fuck? Die vind ik wel heel leuk. Omdat die lekker random is. En dat is de bedoeling, bij zulke dingen. Oké, laten we verder gaan met lievelingseten. Frietje met saté, omdat het lekker vettig is en lekker sappig. Ik zou je zeggen, dat is ook mijn lievelingseten, Matthias. Ik vind die zo lekker, frietje met saté. Maar saté zelf niet echt, meer de saté saus vind ik heel lekker. Maar ik noem dat vaak gewoon saté, omdat het heel dom is. Matthias zei ook, Robin, je kan ook een... Kijk, deze brug... Kun je ook een jump, een soort van kleine jump map doen, als het mooi is. Ik weet het niet, ik ga het wel gewoon proberen. Dus dan gaan we gewoon dit afbreken. En dan gaan we hier een jump iets doen. Robin, mag ik alsjeblieft op de server? Nee, want daar moeten speciale dingen mee gebeuren. Ah, als je dat niet weet, dan kijk je wel heel weinig. Lievelings eten, pizza. De reden hiervoor is dat op pizza heel veel kaas zit. En als je dit... Wauw. Als je dit kanaal volgt, weet je dat kaas geweldig is. Daar hoef je dit niet voor te volgen trouwens hoor. Dus even nieuws. Even zo
inside information. Je hoeft het niet te volgen om te weten dat kaas geweldig is. Het is gewoon standaard zo. Maar goed, ik neem het je niet kwalijk. Bedankt dat je mijn naam op het bordje hebt gezet. Xander Stalens. Hoi, Xander. Ja, er is ook een vriend van mij, Xander, dus dat is opeens zo heel raar. Als ik dan iemand anders Xander. Sorry, ligt niet aan jou. Ik krijg een bericht op mijn gsm. En dat vind ik wel leuk. Want ik word heel vaak genegeerd. In het echt. Nee. Nee, eigenlijk helemaal niet. Een Facebook iets. Oh ja, maar mijn opa die had een bril getest bij de brillenwinkel. En hij vroeg dus aan de Facebook vrienden van, vinden jullie het er leuk uitzien? Maar ik vond het spuug lelijk. Dus dat had hij dan gezegd. Dat is ook wel lekker aardig van mij. Oké. Voor de rest geen reacties meer. Lievelingseten. Spinazie à la crème en kaastosties. Want dat was die kaastosties die daar zijn. Dus dan is het wel heel logisch dat de kaastosties zijn. Ik heb net een witte chocoladeletter van mijn vader en moeder gekregen. En die vond ik heel lekker. Weet je, ik ga gewoon voor jullie nog een stukje ervan eten. Nee, toch niet, want dat is zo raar. Je moet niet eten in een video. De kijkers mogen zoveel eten als ze willen. Dat is juist heel leuk. Maar de maker moet niet eten. Maar dat is moeilijk als er een witte chocoladeletter naast je ligt, jongen. Geloof me. Echt waar. Ik ben wel misselijk nu. Want ik heb een halve P opgegeten. Brengt je naam dan met een P? Nee, maar de R. Robin, wil je misschien een doolhof maken? En als je de verkeerde gang heen gaat, dan staat er een naam van een kijker. PS, bedankt dat je mij op een bordje hebt gezet. Ja, dat is leuk. Wel een leuk doolhof idee. Maar in ieder geval, ik ga wel eerst zorgen dat al de projecten die we hebben, dat die eerst klaar geraken. En dan, daarna zien we wel wat we nog doen met de rest. Ja, projecten. Ik zal zeker het doolhof onthouden, waarschijnlijk. Dat weet ik natuurlijk niet zeker. Hup. 4. Kan je vanaf hier daar naartoe springen? Oh wacht, we moeten wel dit weg doen dan. Zo. Kan dit? Dat ga ik niet doen. Want dat is veel te gevaarlijk. Zo, en dan deze. Daar. Niet boven. Ja, dit is toch wel leuk. En dan gaan we gewoon deze blokjes pakken. En dan is het een hele rare brug, maar we moeten gewoon jumpen. Met parkour. Zo, waar liggen onze spullen? Hier zo. En dan moeten we alleen nog die granite weghalen. Want die zit in de weg. Voor de rest geen reacties meer, nee. Oh, lekker. Normaal heb ik echt gewoon tijdnood met de reacties, maar ik doe ze niet meer allemaal. Dus ja. Floep, floep, enchantment room. Hoe komen we weer terug? Hier zo, langs. Oh. Helemaal dood. Vermorzeld. In elkaar geramd. Dat is echt wel heftige taal waar wij hier spreken, jongen. Ik ga 6 eieren kapot gooien. Floep, 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 floep. Geen enkele kip. Hier zo groeit ook helemaal niks van dit, hè. Ik weet al waarom. Omdat dit hier zit. En dat zorgt ervoor dat het niet groeit. Dan heb ik al een oplossing. We gebruiken gewoon deze bones. Om het te laten groeien. Want we willen het niet voor efficiëntie. We willen het voor mooiheid. Zo. Deze nog. Want het maakt me helemaal niet uit of ik hier zo brood kan winnen of zo. Ik vind wel dat dit er mooi uitziet zo. Dus dan gaan we het zo gebruiken. Laten we naar boven gaan. Naar onze andere basis. En dan... Oh, oh. Misschien moeten we wel effectiever worden in de aflevering. Dat lijkt me wel handig. Oh, stop. We hebben die honden uitlaten die we nog moeten doen. Zo dom. We beginnen super vaak... Dit bijvoorbeeld. We beginnen super vaak aan een project. En daar doen we nooit meer iets mee. Ook gewoon omdat ik dat project haat. Maar ja, dat is ook weer een reden. Laten we gewoon kijken wat we nog kunnen doen. We hebben dit fort. Oh ja, ik weet het nog. Ik kwam hier zo en ik dacht, we gaan het fort bouwen. Toen ging ik terug en toen ging ik om cobblestone. Maar ik was toen helemaal vergeten dat ik om cobblestone ging. Dus toen had ik geen cobblestone. Dat was heel dom. De hondenuitlootroute is al begonnen. Dan kunnen we de doolhof. Doolhof doen we. Mijn toren, ja hoor. En dan pakken we hier de cobblestone om te gebruiken bij het bouwen van het gebouw boven. En dan gaan we naar boven en dan gaan we kijken hoe het ermee gaat. En daar zit een hond. Oh.
Hier moet nog de stukjes murenstuk omhoog. Misschien kunnen we iets moois doen. Want het zou wel heel erg nice zijn. En ik doe graag iets moois, want dan ben ik trots op wat ik heb gedaan. Dat is logisch eigenlijk. We gaan het zo doen. Wat ik ga doen is twee blokjes. Deze 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 twee blokjes. Oh, dat past ook gewoon precies. Twee blokjes. Wat? Dat past allemaal precies. Dat is ideaal. Robin, bedankt dat je toevallig heel erg ideaal hebt gebouwd. Dankjewel. En zometeen zul je altijd weer zien dat het niet meer ideaal uitkomt. Dat zullen we hebben. Ja hoor. Onze creeper respecteert het werk niet. Wat we hebben gedaan. Ons levenswerk is dit, hè? Gewoon het fort. Dan denk je gelijk van, ja, daar heb ik mijn leven in gestoken. En die creeper die gunt ons het succes niet met dat... Ja, ik ben diep beledigd. Oh, nou hebben we één zo'n blokje te weinig. Moeten we die weer gaan halen. En ik ben lui. Oh. Dat is verschrikkelijk. Lui zijn en dingen moeten halen. Ja. Ja, goed. Heel leuk. Laten we gewoon verder bouwen. Waar waren we? Deze? Hout. Dan doen we dit ook gewoon gelijk zo. Als je het niet erg vindt. Het enige wat ik niet wil is... Oh, dit is perfect. Dat er zeg maar zo eindigt met een blokje tegen de paal. Maar dit is perfect. Jongens, dit is perfect. Het is geniaal dat dit gewoon helemaal goed uitkomt. Kijk, dit wilde ik niet. Dat is natuurlijk... Maar dat komt goed uit dat er hier zo'n treinrails doorheen gaan. Zo. Deze hier. Chuck. En dan meer hout. En hopelijk past het wat we willen maken. Hebben we er genoeg van die andesite voor. Oh shit, leuk. Nee. Ik heb al een idee. Ik weet het al toch niet. Jawel. We doen hier zo twee zulke. En hier zo een andesite. Dan hier zo weer een hout. Zo. Wat een herhaaldelijk proces is dit. En dan hier zo weer hout. En weer andesite. En dan weer hier zo hout. En dan weer andesite. Het is ook heel erg leuk zo. Zo'n aflevering. Sorry man. Maar dit moet ook gebeuren. Kijk, en dan hier zo hout. En dan zijn we er bijna. Oh, tromgeroffel. Tromgeroffel. Rolling on the floor laughing. Out loud. En dan hier zo weer. Ja! Het is gebeurd jongens. Het past precies. Dan hier zo weer deze. 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 En dan hebben we te weinig andesite. Laten we... Oh, jezus. Naar beneden gaan. Om andesite te pakken. We gaan gewoon... Met stapjes gaan we dood. Andesite hebben we dat. Hier zo een beetje. Hier zo niet. Hier zo niet. Ah, jongen. En we hebben echt veel te weinig. Waar kunnen we andesite vandaan halen? Jongens, hebben we andesite? Jongens, hebben we... Nee. Ik zocht het in de muur. Hebben we boven andesite? Alsjeblieft, heb andesite. Doe het voor mij. Doe het voor mij. Nee, ik kan het niet vinden. Dan gaan we hier zo kijken. Yes. Precies. Floep. Ik heb een suggestie voor jullie na deze video. En dat is, zoek het maar op. Red and Link, spot the differences. Dus, spot the differences. Red and Link. Dat is een hele vette video. En ik vind die heel leuk en leuk muziek. Music song is het. Een music song. En, dan gaan we... Die gaan wij niet kijken, maar die ga jij kijken zo meteen. Omdat ik zeg dat jij dat moet. En dan denk jij van, oké, dan zal ik dat doen. Oh ja. Heel handig. Kom, hebben... Oh, hier zo. Kunnen we nog eventjes ons gebouw afmaken? In ieder geval, ik ga met de outro beginnen. Dan is het spannend of het lukt. Hopelijk vond je hem leuk. Laat dan even een like achter. Abonneer op de geweldige kaas. Als je meer wil zien. Waarom net nu gaat alles fout? Dan zeg ik tegen jullie, tot de volgende kaas. Nee. Tot de volgende keer. Doei allemaal. Even snel afmaken. Snel. Die. Ja! Deze rand is af. Doei.